Dus welkom aan jullie ook. Het bereiken van het hoogste punt van de terminal werd gevierd door alle betrokkenen. Zoals commissaris van de Koning Leen Verbeek, wethouder Job Fakkeldij en burgemeester Ina Adema van Lelystad en gedeputeerde Jaap Lodders. Volgens de directeur van het vliegveld gaat de bouw conform de planning. Ondanks het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen dat de opening van de luchthaven met minimaal een jaar wordt uitgesteld. We zijn op dit moment met het ministerie in gesprek. En de minister heeft natuurlijk heel helder bekendgemaakt dat de opening op 1 april 2019 wat haar betreft niet doorgaat. We hebben nog geen nieuwe openingsdatum. Daar zullen we eerst rustig over in gesprek moeten. En op basis daarvan zullen we ook eventuele planningen aanpassen. Maar voorlopig bouwen we door conform plan. Ik begrijp wel dat volgende week de verlengde start- en landingsbaan officieel wordt opgeleverd. Betekent dat er dan ook wat meer kan gebeuren met die baan? Met grotere vliegtuigen misschien of onderhoudsverkeer? Nou, op dit moment is het zo dat we een baan van 1350 meter in gebruik hebben. Die zal ook die lengte blijven, ondanks het feit dat die volledig wordt opgeleverd. En het feit dat we nu niet met grote vliegtuigen gaan vliegen is simpelweg omdat we geen luchtverkeersleiding hebben. Ook dat zal allemaal samenhangen met de nieuwe planning en ook daar zijn we over in gesprek. De nieuwe terminal moet dus, zoals in de planning stond, begin 2019 klaar zijn. En wanneer er dan grotere vliegtuigen mogen starten en landen, is dus nog de vraag.